is woensdag 25 maart 2020. Een van harte goedendag, beste kijkers en luisteraars thuis. Welkom bij een nieuw informatiemoment van het Nationaal COVID-19 Management Team. Vandaag is het informatiemoment in een nieuw jasje, maar straks hoort u meer over. We heten van harte welkom de vice-president van de Republiek Suriname, excellentie Michael Ashwin Adin, de directeur van Volksgezondheid, mevrouw Jesserun, en de coördinator van het NCCR, kolonel Sleengaard. En natuurlijk ook de mensen die een paar seconden later hebben aangeschakeld, welkom bij dit persmoment. We gaan gelijk van start, beste kijkers. We zitten vandaag in dag 13, week 2. Maken hoe het Nationaal COVID Management Team in gesprek gaan, vraag-antwoord sessies, maar die ruimte zelf in acht nemen. U zal straks de directeur van Volksgezondheid ook horen hoe zaken steeds veranderen qua regelgeving wereldwijd en wij moeten ons aanpassen, willen wij het geheel zoveel mogelijk veilig houden voor onze mensen. Deze setting is daarom ook gewijzigd vandaag, indien met die verstande dat u elke dag nog geïnformeerd zal worden. Het zou ook kunnen zijn dat enkele mensen nu dat de journalist inbelt tegen COVID-19 inhoud. Daarnaast gaan we de directeur van Volksgezondheid. Concepten. Team, 7 januari. Alarm kregen uit China. Heel technisch kunnen overkomen. Maar dan kreeg je vragen als van, ja, maar de minister was uit Cuba gekomen en hij was uit een hoog risicogebied of was het laag risico. Op dat moment was het laag risico. Als het nu wordt gekenmerkt als een hoog risico, dan is dat nu. En elke keer, dat hebben we ook altijd aangegeven, dat die VG ook steeds weer gezegd, en ik zeg het nogmaals, elke keer gaat de strategie worden aangepast naarmate de tijd verstrijkt en het virus zijn footprints, zijn stempel achterlaat in de verschillende delen van de wereld. Het managementteam heeft zijn eigen leden die weer op hun beurt ook in eigen vergaderingen zitten. En enkele van de leden hebben dus toen contact gehad met de laatste positieve case. Daarom zijn zij meteen toen de testuitslag binnen was thuis quarantaine geplaatst. Het gaat nu een kwestie zijn van afwachten. En als de symptomen beginnen te vertonen, klachten, dan gaan die mensen ook worden getest om te kijken als zij positief zijn. En dan kreeg ik ook nog een vraag met betrekking tot dat van, ja, dat mensen in de samenleving niet dezelfde behandeling krijgen. Dat is niet waar. Ik heb het vaker gezegd en ik zal het nu ook zoveel als mogelijk proberen om de privé aangelegenheden van een positief bevonden persoon niet te bespreken. Maar ik mag u wel zeggen dat het achtste geval, net als alle andere gevallen, in isolatie in het Wanica ziekenhuis is geplaatst. Daarmee we een aantal hebben gegeven. Medicaties. Er zijn wereldwijd, de wetenschap gaat niet stil blijven zitten terwijl dit virus om zich heen grijpt en veel doden eist. En de wetenschap zal er altijd voor zorgen dat er een effort tenminste wordt gedaan om iets te vinden dat tegen kan gaan. Er is nog geen medicijn aangegeven dat je kan zeggen, bam, dit maakt het virus dood. En daar denk ik ook niet dat men op gaat komen. Omdat als u nagaat met ook andere virussen, heb je alleen remmers. Je hebt geen doders, je hebt remmers. Maar men heeft wel van de vele dingen die wel in Europa. Vandaar dat er trials zijn. Er zijn onderzoeken. Er was een vraag